Ja, vrienden, dat hele gedoe over de Voice en het MeToo, weet ik van. Ja, dat geeft hier ook een enorme discussie in huis. Want dat, ja, je ziet er al staan, want wat jullie niet weten, dat is dat, kijk, dat kleine lieve vrouwtje daar, achter Jut, die is een grote fan, helemaal gek, van Marco Borsato. Dat is echt waar. Die kent elk liedje, elke komma, elk zuchtje in een liedje van Marco Borsato. Die kent zij. Ja, dus hier in huis klinkt ook af en toe gewoon de gat Borsato vol door de speakers. En dan gaat zij dus helemaal. Ze kan helemaal niet zingen, daar gaat het niet om. Maar ze doet wel mee. Ja. Nou, en dus kwamen wij in een diepe discussie terecht. Over Marco Borsato in één keer. Ik kan je voorstellen, dat is niet te geloven. En ja, en jullie weten het. Vrouwenlogica, ja, daar kan je soms zomaar helemaal verstrikt in raken. En dan ben je helemaal de pineut. En dat gebeurde ook met Jut over Borsato. Want zij, ja, zij gelooft nog een beetje in zijn onschuld. Ja, ik moet het allemaal nog maar zien of het waar is. Oh ja, zie, hoor je het? Ik moet allemaal nog maar zien of het waar is. Schat, er is al een aangifte gedaan tegen onze Marco. Ja, maar dan ben je toch nog niet veroordeeld? Oh nee, dan ben je nog niet veroordeeld. Maar John van der Heuvel, die zegt, er zijn al heel veel bewijzen tegen de Marco. Wat heb ik met John van der Heuvel te maken? Zie je, kijk, dat is nou... Zie je wat een fan dat is? Door dik en dun. Het maakt dus niet uit. Marco is voor haar eigenlijk nog... Ja, nog steeds onschuldig, toch of niet? Tot het tegendeel bewezen is. Oh, tot tegendeel bewezen is. Nou, kijk, en in zo'n discussie kom ik dan terecht. Zij gelooft nog een beetje echt in de onschuld van Marco Borsato. Nou, ik heb behoorlijk wat twijfels over. Nou ja, goed. En? Kijk, één ding weten we zeker. Oh. Dat hij vreemd is gegaan. Ja, is vreemd gegaan. Ja, Marco is vreemd gegaan, dat weten we. Ja. Kan mij dat schelen? Hè? Wat kan mij dat schelen? Kijk hier, dan hoor je de echte fan weer. Dat kan haar dan ook weer niet schelen. Nee. Oh, maar goed. Dus als Marco vreemd gaat, dat is dan oké? Okay? Ja, als zij het ook oké vindt, prima toch? Oh, dat is dan allemaal in orde. Nou ja, als Marco vreemd gaat en het vindt ze oké, dan mag ik ook... Nee, jij niet. Oh, ik mag niet. Oh, ik mag... Jij niet. Hè? Jij niet. Oh, ik niet. Nee. Oh, ik mag dan weer niet vreemd. Marco wel. Dat moet hij zelf weten. Daar heb ik geen last van. Marco wel. Ja, moet hij weten. Oh, Marco wel. En jij niet. En ik niet. Nou, dan gaan we weer. Naar de vrouwenlogica, vrienden. Ja. Nou ja. Hey, wij discussiëren nog even vrolijk verder. Dag. Dag.